In Suriname kunnen premature baby's vanaf 27 weken opgevangen en gestabiliseerd worden. Dit zei neonatoloog Xavier Liesdek van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo AZP vandaag tijdens de viering van de Wereld Premature Dag. Een prematuur is een baby die voor de 37ste week wordt geboren. Liesdek legt uit dat prematuren een heleboel kunnen meemaken na de geboorte, omdat zij nog niet rijp en volgroeid zijn, waardoor ze niet zelfstandig kunnen leven. Daarom heeft hij veel hulp nodig. Denk aan de longen. De longen zijn nog niet goed gevormd, niet rijp genoeg. Heb je speciale machines nodig, speciale medicatie nodig. Maar ook speciale zusters en doktoren nodig die bepaalde ingrepen kunnen doen. Zoals intuberen, een kind aan de beademing leggen, surfactant geven om de longen beter open te krijgen. En ook de moeders worden voor de geboorte al voorbereid op de bevalling. Zoals prikjes, speciale prikjes geven zodat de longrijping versneld kan worden. Okay. Denk ook aan de darmen. De darmen zijn ook nog niet ready om voeding te kunnen krijgen. Dus dan zijn we heel voorzichtig met voeding. Elke dag een paar milliliters afhogen. Deze kinderen hebben ook heel langdurig infusies nodig. En omdat die prematuren zo klein zijn, zijn ze ook vaak moeilijk te prikken. Dus moet je ze vaker prikken of een speciale soort infuus geven, een lijn geven. Dus die maken ook heel veel mee. NICU-verpleegkundige Maureen Essenboom haalde aan dat hoewel prematuren een aantal risico's hebben, er een team is die hen opvangt. Het stabiliseren van het kindje is een samenwerking tussen de verpleegkundige, artsen en de ouders. Wanneer het kindje op de NICU is opgenomen, mogen zij alleen van de ouders bezoek ontvangen. Enkele moeders van premature baby's delen hun ervaring over het personeel van NICU. Ik laat alleen de ouders toe naar dingen. Ik begrijp dat je de hele familie wil meenemen. Maar we begrijpen ook, kinderen hebben niet zoveel weerstand. Dus tegen die ouders kan je ze niet tegenhouden. Dus we willen alleen de ouders voorlopig hebben. Als ze sterker zijn geworden, iets meer weerstand hebben en naar huis willen gaan, dan mogen de hele familie naar ze kijken. En ik wil dat mijn dochter zo daar is en ik heb dat ze zien dat ik werk van jullie echt zwaar is. En zijn ze ook een paar keer ziek geweest. Die al erg ziek. Dat is heel moeilijk. Maar ik viel de zusters constant lastig met vragen. Ik was echt dood, het was echt een zware periode voor me. Maar ze hebben me nooit gedacht dat het veel goed voelde diepen. Ze hebben me nooit gedacht aan gestoelde de artsen. De verpleegkundigen hebben het uiterste best gedaan. En ik ben heel erg dankbaar voor wat jullie zeggen. En ik moet geven dank aan alle de dokters en de zusters. Even when I'm in my crazy moment and just going up and down, can't you keep me down, right? I'm not crazy, I'm crazy in love with y'all work. And I'm crazy in love with my child. From death's door to heaven's window, okay? So y'all please see with me, this video is doing a marvelous job. They need more. I must give thanks to all y'all and thanks to the Most High God again for y'all hands. Enkele NICU-verpleegkundigen die een training hebben gevolgd bij de Curaçao Medical Center, CMC, om hun werk beter te doen, hebben vandaag ook hun certificaat in ontvangst mogen nemen.